staan hier op de Zonnehof bij het Rietveld Paviljoen. Een zonnehof die prachtig wordt ingericht als klein parkje. En waar aan de overkant de voorheen de bibliotheek nu is veranderd in prachtige appartementen die allemaal al zijn verhuurd. Wij gaan een kleine impressie maken binnen, want er is een tentoonstelling, De Stijl. Goedemiddag, wij worden hier van harte welkom geheten door jou, Irma. Absoluut, ja. Je bent gastvrouw. Dat klopt. Jij gaat ons straks het een en ander vertellen over het Rietveld Paviljoen. Heel graag. Waar gaan we naar kijken? Naar Gerrit Rietveld, De Stijl voorbij, maar dan de jaren 50. Onder andere Amersfoort, maar ook de paviljoens die Gerrit Rietveld heeft ontworpen. En boven hebben we nog een paar highlights die ik je graag wil laten zien. Hoe is het met publieke belangstelling? Is goed, geloof ik, hè? Enorm, ja. Zowel uit Amersfoort, ja. Nederland, maar ook ver daarbuiten. En dan heb ik het nog niet eens over Europese landen, maar ook uit Amerika, Canada, gisteren uit Japan. En die komen ook gericht naar deze tentoonstelling. Dit meubilair moesten wij zien. Leg uit. De Amersfoortse stoel. Speciaal vervaardigd voor mevrouw Roijmans. De moeder van Henk Roijmans, architect. Mevrouw Roijmans vond dat Gerrit Rietveld vond dat mevrouw Roijmans wat meer rust moest hebben. En dat ze ook moest kunnen zitten. Ja. En hij vervaardigde dit stoeltje. Rietveld kreeg de opdracht om voor het UNESCO persbureau een bureau te ontwerpen. Dat was een schier onmogelijke opdracht voor hem. Het was een lastige ruimte. En deze bureaus die je hier ziet, zijn vlak voor de vuilniswagen kwam nog veiliggesteld. Nou zijn we hier op de Zonnehof. Die wordt heel netjes aangekleed. Een metamorfose, mooi. Daar past het Rietveld paviljoen nog steeds perfect in. Heb jij voorzichtig een idee wat de toekomst gaat brengen voor dit schitterende pand? Want het is uiteraard ook een monument. Zeker? Zou de politiek hier zuinig mee om moeten springen? Absoluut een feit. Ja. Het feit dat we dus zoveel bezoekers vanuit Nederland en het buitenland genereren. Ook dankzij deze bijzondere tentoonstelling. Zijn er ook zeer veel geïnteresseerden in het gebouw zelf. En dat is een parel. Hier midden in de stad en inderdaad dat het Zonnehofterrein autovrij is, dat we hier een prachtig park krijgen, mag ik hopen dat dat een opmaat betekent om het gebouw weer een nieuwe toekomst te geven. En het liefst als een tentoonstellingsgebouw. Maart 2018, verkiezingen. Klopt. Zou jij de nieuwe mensen die dan gaan zetelen op willen roepen om dit gebouw te laten bestaan en het Zeker. Nog jarenlang te bewaren? Zeker, dat zou ik. Een oproep aan de politiek gemeente Amersfoort. U weet al van uw bezoeken hier in het paviljoen wat voor bijzonder gebouw dit is. En ik mag hopen met het nieuwe politieke jaar in zicht dat u doet wat u moet doen. Dank u wel. Hoe is het met jouw politieke ideeën voor volgend jaar? Je gaat stemmen? Ik stem ieder jaar als er verkiezingen zijn. Sterker nog, ik ben voorzitter van het stembureau. Ah. Dus dan moet ik wel stemmen, hè? Ja. Dan moet ik wel stemmen, ja. Nou, kijk, er zijn altijd mensen die commentaar hebben op een politiek systeem of een politiek besluit, maar die niet gaan stemmen. En dan ben ik heel simpel. Jij mag je mening niet ventileren, want je hebt niet gestemd. Ja. Klaar? Ja. Zou ik zeggen dan. Gerrit, tot slot. Ja? Actueel, je slaat de krant open en dan staat er daar een meneer Van Wegen in. Ja? En er staan andere politici in die elkaar een beetje met modder gaan lopen gooien. Ja? Ja? Eigenlijk is dat niet, hoort dat niet thuis in de politiek, hè? Onwaardig. Al die verruwing, dat is geen stijl, hè? Ach, het is een tijdsbeeld, hè? Ja. Gerrit Rietveld had een stijl en wij hebben een stijl. Ja. De stijl? De stijl, ja. Voorbij. De stijl. Ja.